Ja, natuurlijk. Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier natuurlijk op mijn kanaal. En ik had al een tijdje weer geen commentary geüpload. Ik dacht bij mezelf, ik ga dat weer doen. Ik heb er gewoon zin in. Het is natuurlijk vandaag maandag. En wat is dan lekkerder om gewoon relaxed een commentary te kijken. Van Fishy natuurlijk. Met een Moab op de achtergrond. Want ik haal hier een Moabje. Met de ECR. Verrassend. Nee hoor. Want ik heb natuurlijk heel veel andere Moabs gehaald de laatste tijd. Dus ja, af en toe mag er gewoon wel een ECR Moabje tussen zitten natuurlijk. Het is trouwens de map Interchange. Ik haal de Moab in 5 minuten en 10 seconden op regular domination natuurlijk. En volgens mij speel ik hier in ieder geval met Paul, Remco en ik denk Michan of Dino. Maar dat weet ik dan niet helemaal zeker. Dat zou ik zo even in de kill, ja, tenminste in, als ik de score, want dat doe ik wel eens. Hè, de score eventjes tevoorschijn haal, dan zal je het wel vanzelf zien. Het was in ieder geval een opname. Het was geen opname van Nerds, maar het was in ieder geval dat we eventjes Nerds hadden gespeeld. En toen hadden ze iets van, weet je, het gaat voor geen meter. We gaan gewoon lekker even gamen en geen druk erop zetten en dan kijken we of we wat halen. Nou ja, en dan zie je het altijd. Dan haal je een Moab. Gewoon zo simpel is natuurlijk. Dus in ieder geval een Moabje. Interchange 5 minuten en 10 seconden. Niet heel spectaculair, maar oh, zo effectief. Ja, ik heb nog een Moabje dit weekend gehaald. Terwijl ik ziek was. Want ik was afgelopen weekend echt fucking beroerd. En de hele zaterdag was gewoon voor mij verpest. Vandaar dat ik ook niks geüpload heb. Want meestal neem ik gewoon op de dag op als ik het ook upload. Want dat heeft er gewoon mee te maken dat ik bijvoorbeeld als er iets tussen komt of zo. En er komt iets speciaals uit. Dan wil ik dat altijd gewoon even direct uploaden. Dus vandaar dat ik afgelopen zaterdag niks geüpload heb. En dat maakt ook niet uit. Want dat, ja, jullie hebben natuurlijk, ik heb zat video's geüpload. Dus dan kunnen jullie allemaal nog lekker terugkijken natuurlijk. Maar ja, ik had in ieder geval dus een Moabje nog gehaald met de CM901. Ook op Interchange. Die komt van de week online. Want ik had nog nooit een Moab gehaald met de Interchange. En ja, dan blijven nog maar een paar kleine doeltjes over. Natuurlijk, dat is een Moabje op Bacara en op Outpost halen. Fat Moab wil ik halen nog een keertje. Een Shotgun Moab of een LMG Moab. Want dat heb ik ook nog niet gehaald. Dat zijn allemaal doelen die ik wil halen. Want ja. Dat is altijd leuk natuurlijk als je wat kan halen. Nog wat te halen valt, zou ik zo zeggen. Het is in ieder geval altijd leuk om bij een game. En een Moab is natuurlijk gewoon altijd hartstikke leuk. Waarom ik dit ook eventjes zeg is over afgelopen weekend. Want ja, ik had Battlefield Fits geüpload. En nou weet ik dat mensen het leuk vinden om te kijken, dat zeker. Maar het viel me wel op dat het gewoon echt matig tot slecht bekeken wordt. En ik wil eigenlijk wel vragen aan jullie hoe dat zo komt. Zeggen jullie van, nou Chris, ik vind het eigenlijk een video te lang duren. Ik wil het korter hebben, dynamischer hebben. Of zeggen, nou ja, weet je, ik vind het leuk. Af en toe Battlefield op je kanaal, maar upload het minder. Dus het zou kunnen. Want ja, het probleem is namelijk, ik vind namelijk Battlefield Hardline gewoon een hele coole, leuke game. Ik vind het echt heerlijk om te spelen. Lekker sneller ook dan andere Battlefields. En daar hou ik natuurlijk wel van. Ja, wat dan meer. Ik vind het ook leuk om te uploaden, weet je. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Als je iets leuk vindt om te uploaden. Maar ja, als je weinig bekeken wordt. Dan ja, denk je wel bij jezelf van, voor wie doe ik het dan eigenlijk, zeg maar. Dus ik wil gewoon jullie vragen. Van, hebben jullie nog ideeën om misschien dat wat aan te kleden? Dat je zegt, nou Chris, knip, 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 knip. Dat zou kunnen bijvoorbeeld. Dan moet je het dan maar gewoon achterlaten. Want het viel me op gewoon, omdat namelijk heel vaak als ik, vroeger upload ik Battlefield bijvoorbeeld 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. En toen zeiden ze weer van, ja, we willen meer Battlefield zien. En nu is het zo van, ja, denk bij mezelf, ja, wie dan? Ja, toch? Dus, maar dat maakt ook niet uit. Je moet ook dingen voor je lol doen natuurlijk, maar je moet wel een beetje gemotiveerd blijven. Ja, toch? Dat is ook goed voor je. Motivatie, ja. Nou, waarom ik ja, morgen ook nog in ieder geval komt de nieuwe DLC uit van Advanced Warfare. En als het goed is, krijg ik misschien wel weer wat extra codes. En als jullie zo'n code willen hebben, moeten jullie vooral mijn Twitter in de gaten houden. Dus volg je me nog niet op Twitter, @visionator.nl, dan moet je dat vooral even doen natuurlijk. Want ja, als ik weer wat weg mag geven, dat zou natuurlijk leuk zijn. Dan doe ik dat altijd even via Twitter. Dat is altijd wel leuk. En
Ik heb al wat stukjes gezien natuurlijk van de DLC. En het ziet er in ieder geval waar weer hartstikke leuk uit. Dus ik ga het ook uploaden natuurlijk. En dat betekent dat denk ik wel de komende 2 dagen in ieder geval. Dan dat je dat ook gaat zien. Hè? Zeg maar 2 fits per dag. Gewoon, dat vind ik mooi. En dan, dan upload ik dat. Ja, toch? En dan kunnen we toch eventjes lekker de nieuwe mappen bekijken. De mob is in ieder geval gehaald. En ik kan hem ook niet trouwens meteen in. Omdat ik namelijk nog, daarna nog een strikje had. Maar dat werd hem dan niet. Uiteindelijk een 30 strik nog of zo. Dus helaas weer geen dubbel mob. Trouwens, dat is ook nog een doel. Een dubbel mob halen. Ja. Nou, commentaar is alweer over, jongens. Huh. Nou ja, komt toch wel meer aan. Ja, toch? Geef een duimpje omhoog. Als je het leuk vond, de video. En tot de volgende keer. Bye, bye.